Bombini, welkom op Bonaire. Caribisch kleurenparadijs in de Nederlandse kroon. Stichting Hand in Hand voor Bonaire nodigt u uit voor een ontdekkingsreis over het eiland. Ik zou zeggen, ga achterover zitten, neem een drankje en laat u meevoeren op de muziek van de tumba en het ruisen van de eeuwigdurende wind. Goede reis. Voor wie het niet weet, Bonaire ligt 48 kilometer van Curaçao en 50 kilometer ten noorden van Venezuela. 9 uur vliegen vanaf Amsterdam en maar 3 uur vanaf Miami. En zoals de Bonaireanen zeggen, de weg naar een vriend is nooit te ver. Het eiland is 49 kilometer lang en op plaatsen 12 kilometer breed. Van de benedenwindse eilanden is Curaçao het grootst, Aruba het bekendst en Bonaire het mooist. Sinds 30 januari 1642 maakt Bonaire deel uit van het Koninkrijk der Nederlanden. Het klimaat is tropisch met een gemiddelde temperatuur van 27 graden Celsius. En het zeewater heeft een constante temperatuur van rond de 26 graden. Hierdoor is het erg goed toeven op de prachtige hotelstranden en bij de zwembaden. De hoofdstad van Bonaire is Kralendijk. Eigenlijk is het een dorp. De sfeer is ongedwongen, gezellig en vriendelijk. Kralendijk heeft veel winkeltjes, uitgaansgelegenheden en een haven waar grote cruiseschepen kunnen afmeren. Dankzij streng toezicht door de overheid zijn de beschermde kustwateren en de onbeschrijfelijk mooie koraalriffen in de afgelopen decennia uitgegroeid tot een van de bekendste duik- en snorkelbestemmingen ter wereld. Het onderwaterzicht is vrijwel overal 30 meter en levert schitterende beelden op. Vanaf het water en vanuit de lucht houdt de Nederlandse marine een scherp oogje in het zeil. Zelfs de US Coast Guard is regelmatig te gast in de Bonaireaanse wateren. Ook zij waarborgt de veiligheid van mens en natuur. En de guards komen hier maar wat graag op bezoek. Iemand die ook streng edoch rechtvaardig toeziet dat de wet wordt nageleefd is meester Ernst Vesselius, de officier van justitie. Heel erg de problemen die op Curaçao spelen, laten we dat niet vergeten. Maar wat ik met name probeer met de mensen is te voorkomen dat wij net zo in de ellende terechtkomen als Curaçao. En dat maakt het voor ons de moeite waard om de keihard voor te knokken om het eiland schoon te houden. Ja, zeker. Dank u zeer. Dank u zeer voor de komst. Dankzij die veiligheid is het voor jong en oud mogelijk om volop te genieten van al het moois dat Bonaire te bieden heeft. En dat is heel veel. De prachtige azuurblauwe en turquoise zee trekt niet alleen onderwaterliefhebbers, maar ook surfers. Het wereldkampioenschap freestyle windsurfen 2002 werd hier gestreden in de ondiepe baai van Sorobon. Met als winnaar de eigen Bonaireaanse held Tonki Frans. Omdat de baai overal ondiep is, leent Sorobon zich bij uitstek voor beginners. Uiteraard kun je ook gewoon zwemmen en lekker eten en drinken in Jibe City. Aan de zuidoostkust ligt Lac Bay, de plaats waar de autochtone Bonaireanen elkaar zondagsmiddags treffen voor barbecue en onvervalste mariachi van Calixto. Confianza, y limpia botas.
Lac-Bé ligt aan de ene kant tegen de rimpeloze baai van Sorbonne en aan de andere kant tegen het woeste, diepblauwe water aan de oostkust. In de nabijgelegen, oerwoudachtige mangrovenbossen kun je volop kajakken en vogels of schildpadden bekijken. Klein Bonaire ligt als een soort pannenkoek in de baai van Kralendijk. Dankzij financiële steun van het Prins Bernhard Fonds kan Klein Bonaire een beschermd en ongerept stukje natuurgebied blijven. Overal liggen bootjes om duikers naar prachtige onderwaterwerelden te brengen. De verkoelende Noordoosten-Passaatwind, die bijna het gehele jaar over het hele eiland waait, heeft de Divi-Divi-boom zijn beroemde vorm gegeven. Fraaie zuilcactussen tornen surrealistisch uit boven de soms zanderige en dan weer beboste heuvellandschappen. In vroeger tijden was Bonaire bijna helemaal bedekt met een tropisch woud. In de 17e eeuw hebben de Spanjaarden al veel bomen gekapt, maar de Amerikaanse kaalslag in de 19e eeuw, om boten te bouwen, heeft daar een dramatisch einde aan gemaakt. Oranje en roze flamingo's laten zich in grote wolken meedrijven tegen het gekleurde water van de zoutpannen. Ze hebben broedplaatsen bij het Grotomeer en pikken roze garnalenlarven bij Lac-Bé. Daar hebben zij hun kenmerkende kleur aan te danken. Eeuwenlang speelde zout een centrale rol in de lokale economie. Zout wordt nu nog steeds op kleine schaal gewonnen in de zoutpannen op het meest zuidelijk-westelijk punt van het eiland. De hagelwitte zoutbergen lijken soms wel op een sneeuwlandschap en een schilderij van Dalí. Deze ongeveer 1,40 meter hoge slavenhuisjes bij Cabache zijn de stille getuigen van lang vervlogen tijden, toen liefst 6 tot 8 man hierin moesten overnachten. Een van de oudste dorpen op Bonaire is Rincon. Het werd tegen het eind van de 15e eeuw gesticht door de Spanjaarden om uit het zicht hun buiten kunnen verstoppen en zich voor te bereiden op plundertochten door het Caribisch gebied. Bonaire is een van de weinige gebieden waar wilde ezels en geiten nog vrij rondlopen. Dat zegt iets over de levensstijl op Bonaire. Vrijheid boven alles. Er is dan wel geen highway op Bonaire, toch komen motorliefhebbers vanuit de hele wereld naar Bonaire om van de vrijheid en de ongerepte natuur te genieten. In dit zeldzaam mooie kleurenparadijs hebben 170 soorten exotische vogels als papegaaien, parkieten en de gele en rode tropiaal een veilig heenkomen gezocht. Leguanen en salamanders zijn er in veel formaten en kleuren. Bucci, de toezichthouder van Natuurpark Fontijn, houdt alles in de gaten en weet alles over de papegaaienpopulatie op het eiland. Ze willen maar tellen. En vangen, en meten en wegen. Ja, dat is plakker. Ochtends om 6 uur wordt Fontijn de kerende eetplaats voor de papegaaien. Fontijn heeft nog meer te bieden. Zo kun je de sprookjesachtige waterbron in de grot bewonderen. Vlakbij in het bos rotsinscripties bekijken van de eerste bewoners van het eiland. De Kakwetjo Arawak-Indianen.
En ook dit zagen de Arawak-Indianen. Het Grootalmeer, nabij het 13.500 hectare grote Washington Slagbaai Nationaal Natuurpark. Er gaat een enorme rust van uit. Het hoge zoutgehalte heeft een helende werking voor de huid. Evenals de geneeskrachtige klei die hier gevonden wordt. Schril is het contrast met de woeste oostkust, waar hoge golven dag en nacht de kust geeselen. En dan te bedenken dat maar 12.000 mensen op dit lieflijke eiland wonen, waarvan zo'n kleine 2.000 Nederlanders die hier rust en ontspanning zoeken in hun schitterende appartementen en prachtige huizen. Sommigen wonen op een boerderij die hier Konuku of Knoek wordt genoemd. Zoals Jos uit Valkenburg. Op de boulevard van de hoofdstad Kralendijk is het reuze gezellig om overdag uit te puffen bij een lekker pilsje of gewoon weg te dromen, turend over de Caribische Zee, wachtend op een prachtige zonsondergang. De kleurrijke architectuur is kenmerkend voor het Caribisch gebied en geeft kleur en romantiek aan Bonaire. S'avonds is het buitengewoon gezellig in het centrum van Kralendijk. Niet alleen aan de bar, maar ook in een van de vele restaurants. Maar ook kun je ervoor kiezen om fungi, een maiskoek met gegrilde kip, te gaan eten bij Jan en Roos in Rincon. Een trefplaats voor de oergezellige locals. Cultuur staat hoog in het vaandel van de Bonaireaan. En muziek speelt daarbij een heel belangrijke rol. Als er wat te vieren valt, is er ook muziek. Zoals hier bij de eerste Lima-vlucht van de KLM. Een erg positieve ontwikkeling voor de toekomst van het eiland en voor de KLM. Goed, hier, kom even op toe. Ja. Ja, dit is een emotioneel moment voor Bonaire. We hebben nooit kunnen dromen dat wij hier twee keer dagelijks naar Nederland zouden kunnen gaan. Ieder jaar vindt ter voorbereiding van het carnaval het Tumba-festival plaats. Er wordt door een vakkundige jury het beste Tumba-lied gekozen dat tijdens de optocht wordt gespeeld. De passie straalt er vanaf. En het is een genot om de bandleader volledig te zien opgaan in zijn taak. Hebben de autochtone Bonaireanen hun tumba? De allochtonen gaan naar openluchtconcerten bij bongo's, waar Nederlandse groepen optreden zoals Edison Winnaar Bluff. Tot voor kort was Bonaire economisch een ondergeschoven kindje. Curaçao en Aruba leefden van de oliemaatschappijen, terwijl Bonaire koos voor ecologische innovaties. Takkieboom, iedereen wil graag een takkieboom. Takkieboom, die willen ze conserveren ook. Door de snelle, mondiale, regionale en lokale veranderingen wordt Bonaire geconfronteerd met vele complexe en noodzakelijke vernieuwingen op sociaal, economisch en technologisch gebied. Ook binnen het verenigingsleven en vrijwilligerswerk.
De relatieve onbekendheid en kleinschaligheid heeft lange tijd tegen het eiland gewerkt. Projecten stranden in bureauladen, toegezegde investeringen of subsidies bleven uit en de werkloosheid nam toe. Om die neergaande spiraal het hoofd te bieden,